Hallo iedereen, welkom bij Binding of Isaac Afterbirth Plus. We gaan gewoon lekker beginnen en deze keer gaan wij de nieuwe karakter spelen, Apollyon. Laat me een beetje aan Napoleon denken. Maar oké, deze karakter heeft wat minder stats, een beetje normale damage en zo allemaal. Maar hij heeft een hele speciale spatiebalk item, wat zeg maar items, kijk wat dit is. Ja, die ga ik hem laten zien te gebruiken. Die kan een random upgrade doen. Dus ik ga het nu gebruiken. Het is geabsorbeerd. Ik heb een damage up gekregen. Dat is 20 keer beter. En een shot speed up. Dus dat is fantastisch om te krijgen. Maar het andere grote voordeel wat deze item heeft. Het kan spatiebalk items absorberen. Net zoals je net zag. En gelijkertijd elke keer als je het gebruikt. Dan gebruik je de spatiebalk item wat je hebt geabsorbeerd. Dus stel voor, ik absorbeer een Shoop to Whoop. Elke keer dat ik deze spatiebalk item gebruik, gebruik je gelijkertijd Shoop to Whoop. Maar als jij nu zeg maar Shoop to Whoop hebt met Mr. Mega, dat zeg maar de bom gaat ontploffen. Oké, wat is hier een veilige plek? Dit moet denk ik veilig zijn. Yep, dat ging helemaal goed. Dan heb je zeg maar Mr. Mega en Shoop to Whoop wat je gelijkertijd gebruikt. Dus er is een combo wat je kan gebruiken. Dus je moet echt wel goed na gaan denken. Waar je de... Oké, dit moet wel lukken. Oké, Lucky Rock unlocked en omhoog lopen. Haha, hey, Secret Room gelijkertijd. En een nieuwe kaartje. Of een nieuw hartje. Trouwbam, kom op, geef wat pillen. Nee, alleen maar wat spinnen. En buiten naar binnen. Niks anders. Nope. Oké, we hebben de item gehad. We hebben dat gehad. Oké, we kunnen gelijk naar de baas. Want ik wil gaan proberen om de boss rush, dat ik dat heette, te gaan verslaan. Op. En ik nam gelijk dom damage. Natuurlijk een beetje het nadeel aan deze karakter is natuurlijk. Die heeft wat minder shot speed. Wat minder damage. En ook wat... De damage is eigenlijk hetzelfde. Maar gewoon shot speed en movement speed en zo is wat lager. En dat is best wel, dat merk je gewoon. Vanwege andere karakters dat het wat lastiger is. Ik heb deze karakter even een paar keer flink geoefend. Probeer er in hard mode te doen. Kijken of ik het nog kan, maar ik heb zo lang geen icing mode. Laat me eerst alles op normal doen. En later hard mode. Als ik ietsjes meer heb geoefend en verbeterd heb. Oké, dat rap ik wel op. Want dat is een hele goede tiers en shot speed up. Zie je, dat is als 20 keer beter. We gaan gewoon gelijk volgende vloer. We hebben helaas geen bommen gekregen, dus we kunnen geen Tinterax opblazen. Ik moet echt bij die momenten geen spatiebak in doen. Oké, belangrijk is nu, we mogen geen red heart damage nemen. Dus daarom is de damage up wat we random hebben gekregen en de tears up wel geweldig. De nadeel wel is natuurlijk met deze spatiebak item, ik ben even de naam van deze spatiebak item even kwijt. Is natuurlijk wel dat je de... Als je een item absorbeert die geen spatiebak item is, dat je dan ook een min effect krijgt. Dus je kan ook zeg maar een lockdown krijgen ofzo. Dat is ook wel een beetje het nadeel. Oh no, die gaat opblazen. Oké, dat was op tijd. Was op tijd weg. Er zit een 5 cent daar. We hebben al 7 cent. Dus misschien is er een arcade in deze vloer. Dat zou leuk zijn. Oh, de damage up en de shot speed up. Dat doet wonderen. Oh, oké, hij heeft zichzelf opgeblazen. Nou, gratis 5 cent. Die vliegkiller hier. Deze laatste hier. Oké, die kwam geen vliegen, maar iets anders. Oké, we hebben... Curse Room ga ik niet in, maar dan ben ik mijn deal met de duivel kwijt. Kom maar op mij af, want ik weet dat je me af wilt duiven. Of ik heb hem op tijd dood. Yep. Nu gewoon even alle random poeps killen. Ik moet ook heel veel poeps opmaken. Ik ben blij dat we de Lucky Rock unlocked. We moeten nog zoveel dingen unlocken, maar dat gebeurt gewoon... Met tijd terwijl we spelen. Oké, uitroom. We hebben één sleutel en het is... God, maar deze weer. Laten we het dus oprapen. Movement speed en piercing. Oh, piercing is wel fijn. Kan ik meerdere tegelijkertijd raken. Alleen het heeft geen knockback meer. Maar ik heb er wel meerdere vijanden door dood. Dus dit zou nu handig zijn dat ik nu zeg maar shoot the whoop of zo had. Met een spatiebalk. Ik hoop dat ik deze ronde, want bij het oefenen had ik heel vaak last dat ik geen goede spatiebalk items kon vinden. Laten we gewoon gelijk tegen de baas vechten. Kijken of we gelijk zonder damage kunnen vechten. Dat is vervelend als Monstro
wat vriendjes erbij heeft. Maar die zijn wel snel kwijt. Moet alleen oppassen met de tranen van hem. We hebben geen spatie. Hopelijk krijgen we. Of we krijgen een verschrikkelijke item. Dat we weer een leuke setup kan krijgen met spatiebalk item. Of een geweldige item. Wat ik niet over kan slaan en op te rapen. Of het is een geweldige. Weet je wat eigenlijk geweldig zou zijn om te hebben met deze spatiebalk item elke keer? Zoiets als Crystal Ball. Waar je een tarotkaart krijgt. Spirit Heart. Plus de map constant. Dat zou een leuke combo zijn. Misschien met een paar andere dingen. En dat kan ik absoluut niet laten liggen. Dat is een all stats up. Onze damage is al 7. En een turn of heart laat ik nog even liggen. We gaan de deal met de duivel bekijken. Dat is Little Brimstone. Dat is vliegen. En dat is dat je kans hebt om een spirit heart te krijgen. Geen goede deals. We slaan ze over. Heart container. En volgende vloer. Oh wacht. Dat was niet zo slim wat ik deed. Ik kan beter teruglopen naar de curse room gaan. En dan pas naar de volgende vloer. Ik vergeet altijd die dingetjes. Maar we hebben nu al 4 hardcontainers. Veel beter dan de rondes wat ik ging oefenen. 3 rode kisten. Het is nog... het is... de flooded floors. Oeh, spirit heart, give you that. Als ik hier wat damage krijg, zoals dat, dan ben ik er niet erg. Oké, pillen. En wat spinnen. Dus... of die laatste kan killen. Oké, wat komt nu? Oké, dat is makkelijk. En we hebben wat pilletjes. Hopelijk is geen bad trip. Nou ja, ik heb een sleutel ervoor gekregen. Oké, we zijn wat kamikaze vliegjes. En ik ben groter. Dat is slecht. Ik ben nu reusachtig. Dat betekent alleen maar dat ik meer kans heb om geraakt te worden. Dus dat is niet zo goed. Piercing is wel fijn om wat meerdere tegelijkertijd killen. Ik liep er bijna zelf in hem. Kijken, waar is de itemroom? Oh, gelijk de itemroom gevonden. Moet oppassen voor die vierkant vliegjes. Want als die doodgaan, dan gaan de tranen natuurlijk recht. Dus daar moet ik mee oppassen. En ze laten altijd een wompje achter. Die donkere, die zijn wat... Oh nee, die schieten ook nog zijwaarts. Bamza key. Oh, gelukkig had ik van een van elk. Oh shit. Oké, pils. Oké, dit gaat leuk worden. Die ga ik absorberen. Dus ik ga eerst oprapen. Ik ga hem gebruiken. Dan ga ik die oprapen. Gebruiken. Dus nu elke keer als ik spatiebalk gebruik, krijg ik een pil. En zover zijn het geen positieve pillen. Een zesde. Oké. Ik weet niet wat die deed. Ik weet ook nog dat je met een bepaald karakter, als je ze weer opnieuw speelt, ook weer andere dingen kan unlocken. Wauw, dat waren hele makkelijke portals. Onze damage is al goed. Daar is de shop. Maar we hebben niet genoeg geld, vind ik, om naar de shop te gaan. We zijn wel... Oeh, golden key. Oké, never mind. Laten we eens even kijken. Misschien zit er een spirit heart, zou ik te denken. Deck of cards. Oh ja, we moeten ook nog heel veel gaan doneren. Of items te krijgen. Daar krijgen we meer kaarten door. We hebben nog 1 set nodig. Dus ik wil die deck of cards wel gaan kopen. Dat betekent dat we alleen nog maar tarotkaart krijgen en geen pillen. Dus de enige manier hoe we nu pillen kunnen krijgen is als ik spatie duw. Oh, dat is een extra batterij. Dat is wel fijn. Oké, dan doe ik eens kijken. Dan moet ik... ik heb maar 1 bom. 1 bom moet genoeg zijn voor dit. Dan krijg ik alles, ja. Dus gewoon hier plaatsen. Dit moet lukken. Ja, dus hebben we nu jou, jou en jou. Temperance, een donate machine. Voor een kans voor een angel te krijgen. Ik zou dat kunnen doen. Ik zou het gewoon... Ja, weet je wat? Ik ga het doen. Ik ga terug naar de shop. Ik ga de donate machine spawnen. Want ik heb gehoord dat je dan meer kans hebt om een deal met je angel te krijgen. Als je dat doet. Dat zeggen ze. Maar zover zie ik de procent niet omhoog gaan. We hebben genoeg geld voor die te kopen. Kijk, nog een kaart. Oh! De Hyperfant. Hoe die dat zei. Dat betekent gewoon 2 extra spirit hearts. Spin nog 1 keer. Ja, en we doen... Oh ja, ik wou het opblazen, maar we hebben geen bommen. Rap het hartje op. En laten we die laatste cent even doneren. Kijken of we het tenminste naar 10 cent. En we unlock the blue map. Oké. En dat muntje nog. Oké, laten we de baas vechten. De damage is goed, alles goed. Het zijn allemaal hele goede items. We hebben meer kans om alleen maar kaarten te krijgen. Geen pillen meer. De pillen waren toch meer negatief. En als ik een pil wil, dan doe ik gewoon spatiebalk. Oké, we vechten tegen een bekende Curly. Maar eens kijken hoe we kunnen doen.
Met onze piercing. Het piercing is wel fijn dat we de tranen door Curly heen gaat. En de monsters wat hij spant gaan natuurlijk lekker maar dood. Hup. Ik kan lekker veel damage krijgen. Zo, maar deze ronde voelt... Oh, crap. Oké, er zit een monstertje daarachter te verstoppen. Oké. Ik wist niet dat er eentje achter kon verstoppen. Dat is nieuw. Kijk, die daar. Die heeft me dat pijn gedaan. Wat doet deze item weer? Deze zorgt dat je dacht ik 2 trinkets kon dragen. Dus dat is een van de nieuwe items. Dus wat we gaan doen, we gaan deze absorberen. Kijk eerst wat de duivel heeft te bieden. 2 guppy items. Kom op, laat hier een derde in zitten. Nee, oh god, als hier een derde guppy item in zit. Oké, we gaan eerst de staart oprapen. En de hoofd. Dan gaan we het gebruiken. En dan gaan we het ook nog gelijkertijd absorberen. Je kan alleen het absorberen als je het op hebt geraapt. Je kan niet zeg maar alle devil items in kan absorberen. Hadden we niet hier nog een batterij? We hadden al een batterij opgeraapt. Wacht, er was nog een batterij lager. Dus we gaan die oprapen. En dan ga ik die ene item wat je daar hebt absorberen. Eens kijken. Dan moet ik over spikes gaan lopen. En ik heb geen bommen meer. Nee, laat maar zitten. We gaan het gewoon oprapen. Is toch een van de nieuwere items. Ik dacht dat het ervoor zorgde dat je 2 trinkers kon dragen, dacht ik. Dus, hoppakee. Hold me. Ik heb niet opgelet van stat. Ik heb weer een kaart gekregen. Dat voor telepathy tears. En... Oh! Another hero fund. Give me. En we gaan verder. We moeten eigenlijk best wel gaan opschieten. Want we moeten man verslaan binnen 20 minuten. Dat vergeet ik steeds. 33% kans op de duivel. Black holes moeten snel dood. Piercing is wel fijn om meerdere gelijkertijd te raken. Curse room. We hebben genoeg spirit hearts. Oeh, dat is weer een damage up. Givey. Damage and tears up. Hahaha. Oh, onze damage is zo 8.85. Dat is fantastisch. Oep, ik moet er wel meer... Oh, dat was een... Hoe noem je dat weer? Dat is een speciale chest. Iets met een I was het. Image, iets... Oh god, ik weet niet meer de naam van die chest. Maar, die zorgt ervoor uiteindelijk dat je pijn doet. Ik denk dat ze die van... ik heb gehoord dat ze die van Dark Souls vandaan hebben. Van wat op een normale kist lijkt. Maar als je het open doet, dan... bij Dark Souls tenminste, vreet het je op. Dus daar heeft misschien de maker iets te veel Dark Souls gespeeld. Kan net zo goed. Want dat was dezelfde naam. Oh kijk, deze is ook eentje met spikes. Je ziet de verschil. Het is wat donkerder. Uitroom. Dat was Bloodlust. Dus die ga ik absorberen dan voor stats. Ik heb een luck up en een shot range up is die denk ik. Ja, shot range. Dus dat is geinig. En de luck up is natuurlijk een grotere voordeel. Ik heb 2 sleutels. Trobam. Oh ja, ik kan mijn eigen bommen niet meer wegschieten. Dat is wel een nadeel. Maar we hebben de uitroom gehad. Nu moeten we gewoon zo snel mogelijk de baas vinden. En wegwezen hier. Want we hebben nog 8 minuten om Mam te verslaan. En we hebben hierna nog... Oeh, dat was een kleine versie. Schattig. We hebben hierna nog 1 item room. En ook nog een baas nog te verslaan. Voordat moet ik vliegen. Moet ik snel zijn voordat ze op gaan beschieten. Oké, baas gevonden. Schrijf ik deze wormen snel kan killen. Moet oppassen met zijwaarts rennen. We hebben genoeg bommen en sleutels, maar... Oh, chop. Little chop, chop. Oké, de bom... Oké, die bom eet hij wel op. Oké, we hebben snel gedood. Deal met de duivel. Eens kijken wat hij heeft te bieden. Geen kapje item. Oppassen voor het vuur. Maar ik heb besloten om ze allebei te pakken. Want eentje zorgt voor dubbele items. En dan heb ik deze op. Maar deze geeft een HP up als ik goed heb. Nee, wel een tarot card. Dus hartjes. We hebben nu compleet geen rode hartjes meer. Dus dat is extra gevaarlijk nu. En we gaan volgende vloer. Ik denk dat we kunnen halen. We hebben heel veel damage op en alles. Dus ik maak me niet zoveel zorgen. Oké, snel de uitroom zoeken. En snel de baas gaan zoeken. Eens kijken. Hup, moet wel door de deur. Oh, die schiet de uppercack. Oh, net op tijd voordat hij schoot. Maar ik was een beetje ingesloten. Oh yes, snel de uitroom gevonden. Oké, ik heb nog 3 sleutels. Dit wordt awesome. En wat is het? Oké, dit zorgt ervoor dat we extra bommen hebben en poep. Oké,
het kan helpen tegen de baas. Tegen de manfight. Eens kijken of we die kunnen killen. Oh ja, natuurlijk. We hebben rattenbaby. Dat zorgt er natuurlijk voor dat we elke keer een vlieg spannen eentje. We hebben gelijk de baas gevonden. Oh, dit gaan we halen. We zitten op 12 minuten. Oh, dit is dan... Oh, die is nieuw. Deze is nieuw. Die ken ik niet. Oké, zover lijkt het een beetje rond te draaien. Maar zover niet... Oh, jezus, dat is een flinke laser. Dat is een hele flinke laser. Oké, wat gaan ze doen? Oh god, ze schieten de laser naar elkaar om het... Oké. Ik ben een beetje bang. Wat gebeurt als er eentje doodgaat? Oké, eentje is dood en zijn allebei dood. Haha, ik ben te sterk. Dat is een HP up. Die raap ik zeker weten op. We zitten pas op de depths 1. Ik dacht dat dit een manfight was, maar nog niet. Dus we hebben nog tijd om dit te halen. Oh, we unlocked Eve, een nieuw karakter again. Oké, we zitten op 13 minuten. We hebben 2 sleutels, maar als we daar sleutel hadden, had ik die dubbele deurs wel opengemaakt. Wat fijne is, de ene hier, die steen hier, die duwen alleen maar. Gelukkig zijn ze uitgeput. Ik denk dat ze hem een beetje genurfd hebben. Dat die ook uitgeput raken. Dirty diaper en een bom. Oké, ik weet niet wat de dirty diaper trinket doet. Laat me weten, een van jullie, wat het doet. Oh, Curdy. Schiet je laser alsjeblieft, dank je. Kijk gewoon op je schieten en je bedoelt... Oh, er is een HP up direct aan de midden. En de enige genoeg ik kan pakken is als ik kan vliegen. Wat zit hier binnen? 3 chests. Nou, ik ben sterk genoeg. Moet een beetje gaan snelheid maken. Om de baas te vinden en de item room. Zo, 2 golden chests. Laten we eentje openmaken. En ik maak ze allebei open. Oké, okay, per ongeluk. Maar ja, ik heb nog een sleutel gekregen. Dat is goed. Oké, die zwart kan alleen dood. Dat is een klein kamertje. Is hier de baas fight room. Oké, ik zit hier denk ik goed. Oké, wat damage gekregen. Maar dat is maar een half hartje gelukkig nog. 2 sleutels. Nice. Oké, als ik hier een bom plaats. Ah, waar moet ik die krijgen? Ik had zo gehoopt dat ik een black heart zou krijgen. Een demon heart. Oké, ik heb 2 sleutels. Hoeveel tijd heb ik? Ik heb nog tijd voor die dubbele sleuteldeur te openen. Sesam, open nu. Wat zit erin? Kist 1. Kist 2. Geen extra sleutels. En Death. Dus de dode kaart. Oké. Okay. Als ik meer sleutels had, had ik die andere dingen ook wel allemaal geopend. Maar we gaan verder. Op zoek naar de item room en de baas. Is het deze kant op? Zover ziet het goed uit. Want, ga door alsjeblieft. Want het is steeds verder weg het gaan. Dus dat is een goed teken. Hop, ontwijk de bot. Oh, dat zijn greedheads. Die gaan proberen mijn geld te stelen natuurlijk. Oh, yes, ik heb de uitroom gevonden. Uitroom. Oh ja, deze zorgt ervoor dat als vijanden mij aanraken... Ik ga deze opofferen voor een stats up. Ik krijg een damage up voor 1.5 en nog een luck up. Oh my god, mijn damage is nu 10.35. Oh, deze moet ik goed timen. Weet je wat? Oh shit, ik moet op de knop duwen om hieruit te komen. Oké, okay, even wachten. Spak ze omhoog en... Spak ze laag. Go, go, go. Oké. Okay. Oh ja, ik heb natuurlijk de item dat ik alles dubbel krijg. Dat was het. Maar ik heb geen sleutels. Ik wil sleutels. En hier is de baas ook al niet. Snel alles killen. Want we hebben nog 5 minuten om de manfight te vinden. En te gaan verslaan. Oké, okay, dat moet aan deze kant toch op zijn. Snel. Nog geen baas gevonden, maar wel de shop gevonden. We hebben genoeg geld. Dus we kunnen even... Oh, ik heb geen sleutels. Natuurlijk. Ah, baas gevonden. Even deze snel killen, zodat we tegen mam kunnen vechten. Ah, ik had ook sleutels had voor al die gouden kisten. Hallo, mam. Eens kijken hoe snel ik jou kan killen. Oh, ik gebruikte net de... Ik dacht dat ik de deskaart gebruikte. Ah, dan ben ik helemaal hier. Oh, ik weet. Kan ik weer helemaal omlopen. Ik heb de helmet. Was dat de full wat ik had? Ik dacht dat ik de dood had. Wacht, is dit de dood? Ja, ik heb niet opgelet welke kaart ik had. Dus, laten we die even opblazen.
Er zit een kaart tussen. Dus we naar buiten naar binnen. Monsters zijn weg. En dit is... de Magician. En dat is dus... de Hermit verander ik naar de Magician. En dan... dus. In mijn handen houden. Jammer genoeg, er zijn geen flutters. Oké, okay, attempt nummer 2 voor Manfight. Dash gebruiken voor extra damage. Maar we doen hem wel goed damage. We kunnen nog een paar hits nemen. We hebben mama half dood. Dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Oh, ga weg jullie. Nou, met rust. En... mama is dood. Oh, we hebben geen... we hebben geen... we zitten binnen 20 minuten. Oké, okay, dit is een HP up en een luck up. We hebben tenminste een deal met de duivel. Oh, wacht. We hebben het wel unlocked. Oké. We gaan naar binnen. Eens kijken wat erin zit. Oh god, zitten allemaal boven spikes? Wauw. Dat is egghead. Dat is niet echt de moeite waard. Maar ik wil het zo graag halen. Omdat ik het gewoon dan alvast met dit karakter heb gehaald. Waar ik zo sterk ben. Welke zal ik pakken? Dat is een soort bean. Dat is sterkere bommen. Ik kies toch dan voor het masker. Oké, nu moet ik tegen alle bazen gaan vechten wat in een Isaac zitten. Ik weet niet waarom die random bommen spawnen. Oh, door hem. We gaan eerst de pieper verslaan hier. Trouwens, laten we deze kaart hier gebruiken. Dat ik mijn tranen automatisch op de vijand afgaan. Oké. Okay. Dit wordt een heel moeilijk gevecht, want ik ben redelijk sterk, maar ik ben een beetje low. Ik ben niet godlike. Waar is die? Ah, ik denk al. Komt hij nog terug? Random trollbombs, om wat ruimte te maken. Dat is één trucje wat ik heb geleerd. Oeh, wacht, ze hadden tinterak. Ja, 2 extra spirit hearts. Nice. Een trucje wat ik heb geleerd. De ene baas... goddammit, die ene schredelbaas. Die rode poeps achterlaat. Met hem heb je een voordeel. Want de voordeel is met hem... dat je de poeps kan overal laten plaatsen. En de vijanden krijgen daar ook damage door. Oké, die is ook verslagen. Dit is dood. Oh god, kijk. Door de piercing draaien de tranen ook nog om. Oké, ik sta nu in de spikes. Eens kijken of ik een van die twee snel kan gaan killen. Ik neem heel veel stomme damage. Wat ik niet moet krijgen. Dood. Oké, ik heb nog maar 2,5 hartje. Zover gaat het nog goed. Oké. Ik ben blij dat ik telepathy kaarten van de Magician erbij heb. Want de tranen dat ze piercing zijn, draaien ze automatisch om. Dus ze blijven damage doen. Dus de vijand heb ik gezegd. Oké, er komen ook nieuwe hier tussen. Deze vijand was er normaal niet. Die Curdy. Maar als we dit hebben gehaald, kunnen we nog een item krijgen. Trouwens, één ding heb ik helemaal niet getest wat ik niet aan gedacht heb. Als ik nu met al deze 4 items spatiebak had geduwd, op de Zerberik ze dan alle 4. Dat moest ik eigenlijk testen. Dat zou misschien beter zijn. Dan had ik misschien veel meer damage ups. Oké, okay, er zijn wel genoeg hardcontainers hier rond. Oh, dat is vervelend. Ik kan maar een paar plekken raken. Hop, oké. Oké, snel het hartje rapen. Want hij kwam heel snel op me af. Wow, die was snel dood. Oh, nog een speeltje had. Nice. Oké. Okay. Moet oppassen met de... het dus Horseman met zijn C4. Oh, nu ook nog Angels. Oké, okay, we vechten nu tegen Engels. Ga dood alsjeblieft. Half hartje oprapen. Ha, je schiet je laser zijwaarts. Niet op mij afkomen. Is dit het? No, dit is er nog niet. Oh, laser to my face. Stop ermee, ga gewoon dood. Laat me eerst een moeilijke killen voordat ik... de makkelijke kill. Was een hartje. Nope. Chop, chop. Nop, nop. Oké. Okay. Haha. De baas heeft de andere baas voor mij gekild. Want ik kon spannen altijd 2 baas tegelijkertijd. Ah, nog een angel. Kom op. Oh, en Gemini. Tweeling. Dan eerst maar de Gemini killen. Die lijkt me het makkelijkste te killen. En ook het irritantste. Oké. Okay, blijf gewoon daar. Blijf gewoon daar. Oké. Okay, dat is een hartje. Oeh. Ik ben blij dat er zoveel hartjes op de map liggen. Hebben we nu gehaald? Speelt hard. Nice. Oké, okay, de hollow... oh shit, de mask. De mask is niet zo erg als de kleine versie van hem. Dat er heel veel kleintjes van hem zijn. Want dat is wat makkelijker te ontwijken. Oké, okay, nu nog een masker focussen.
Hebben we het dan gehaald? We hebben dan met een nieuwe karakter de boss rush meteen gehaald. Nee, oké. Okay. Ga nog steeds door. Fijn is, ik hoef niet 100% recht naar deze te schieten. Wel dietje tranen ontwijken. Dai, 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 dai. Lasers? Nope. Lasers kan mij lekker missen. Oké, okay. Hebben we nu een verslagen? Nope, nog steeds bazen. Ah, kom op, hoeveel bazen zijn er wel niet? Oké, okay, Pin was heel snel dood. Hop. Oh, de mask heeft damage tegengehouden. Nou, dat speelt had. Nice. Hop. Oké, okay, dat was halve speelt had kwijt. Ik ben blij dat ik zoveel damage en alles heb. Dit is het beste wat ik kon overkomen. Voor de eerste keer dat ik een speel. Hop. Nope, nope, nope. Auw. Oh, maar gaat die dood? Ah, die leeft nog steeds. Nu is hij dood. Andere baas is er. Oh, die is in de spike set. Oeh, we hebben een nieuwe quest geunlocked. Achievement geunlocked. Eens kijken. We hebben een potlood. Wat houdt het die potlood? We hebben het opgeraapt. Ik zag geen stats up. Oh, what the fuck was dat? Zag je dat al, die tranen? We hebben een soort monstro effect erbij. Haha. Oké, okay, dit gaat leuk worden. Dit gaat leuk worden. De deal met de duivel is helaas weg. Maar ik wou niet riskeren dat die ene deel wegging. Want ik wist niet zeker of die blijft. Nou ja. Weet je wat? We gaan gewoon gelijk verder. Kijken of we de volgende baas kunnen verslaan binnen 30 minuten. Want als dat is, dan kunnen we ook tegen die ene speciale baas vechten. Hoe heet die weer? Die ene reusachtige met superveel HP. We gaan veel unlocken deze ronde. Oké, okay, we zitten nu... in de dead womb. Oké. Okay. Fuck it. Oh god, oh god, oh god. Hier kan ik gewoon gelijk doodgaan. Ik heb echt meer hartjes nodig. Hopelijk zit hier monsters in. Ja. En wat black holes. Veel blij dat ik veel damage heb. Maar ik heb hartjes nodig. Dringend. Hartjes nodig. Dus ik kan deze spatiebak item wel gebruiken om... te krijgen. Laat me het gebruiken. Het gaf me een kaart. Oh ja, ik kan geen... ik kan geen meer... hoe heet het krijgen? Ik kan geen pillen meer krijgen. Het waren toch helemaal negatieve pillen. Dus elke keer als ik het gebruik, krijg ik dus nu... kaart. Oké, okay, er zijn geen mimics. Nou, kom op. Geef hem wat hartjes. Oh, yes, een half hartje. Oké, okay, ik kan één hit nog overleven. Ik moet heel goed kijken voor Tintrax. En ik heb 9 bommen. Nee, daar kan geen secret room zitten. Want je moet van alle kanten kunnen benaderen. Kom op, geef iets goeds. Een kaart. Wat is het? The devil. Hmm. Ik zou liever een demon heart willen. Nope, geen demon heart. Oeh, ik ben heel sterk, maar ook heel bang. Want ik kan nu net gewoon net binnen 2 hits doodgaan. Dus hopelijk kom ik niet nog zo kam als dit tegen. Waar ik net doorheen liep. Oké, okay, dit kan me helpen. Oppassen voor die ene poep aan de hoek. Oké. Okay. Ik ga hier tegenaan lopen. En geef alsjeblieft iets goeds. Ik geef je allemaal geld, want ik kan er toch niks mee doen. Dat is een half hartje. Dat zijn wat bommen. Dat is wat geld. Geef een speerd had, dat zou fantastisch zijn. Oké, okay, nog 1 keer. Nope, ik blaas je gewoon op. Nog meer hartjes. Oké, okay, ik zou hier terug kunnen komen als het nodig is. Ik moet zo snel mogelijk gewoon blijven rondrennen. Maar wel apart dat de potlood gewoon een random of om de zoveel tijd een monstro effect heeft. Oh, dat zijn lasers. Oké, okay, ik heb... ik moet weer even teruglopen voor een hartje. Wat vaak heen en weer loopt. Dat wordt lastig. Ik moet oppassen voor die poep daar beneden. Zo, ik kan nog 1 hit. Ik kijk wat hierboven is. Natuurlijk moet ik niet op zoek gaan naar item rooms of zo. Alleen naar de baas. En dan probeer te verslaan. En hopen dat ik een HP op krijg. Golden chest. Ik heb geen sleutels. Ik wil zo graag sleutels. Maar ik krijg er geen. Please die. Ik ben blij dat ik de Mask of Infamy heb. Want dat heeft me ook een paar keer mijn leven gered. Met gewoon geen damage te kunnen krijgen. Mijn spatiebak is weer geladen, dus ik zou het kunnen gebruiken voor... oh, ik moet even wachten. Voor nog een tarotkaart te krijgen.
Of ik wacht tot bij de baas gebruiken. Oké, we hebben de baas gevonden hier. Ik ga het bewaren. Oké, eens kijken hoe snel wij jou dood kunnen krijgen. Wauw, oké, dat was heel snel dood. Deze is net op tijd ontweken. Ik kan één keer damage krijgen. En hij is dood. We zijn Guppie. We hebben Guppie geunlocked. Een nieuw challenge geunlocked. Maar we zijn freaking Guppie. We hebben wel maar één hartje en één levens. Maar, awesome. Spirit Heart. We zijn freaking Guppie. Oké, ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal blij. We vliegen en alles. En een arcade. Wat heb jij voor mij? Dat kan je niet spelen, maar jou wel. Dus kom op. Geef een HP up. Ik heb hardcontainers nodig. Dat is een sleutel. Nog een speeltart. Nice. En pills, wat eigenlijk kaarten moeten worden. Yep. We hebben hier hartjes. Dat verdubbelt alles. En dat verdubbelt alles. Oké, we pakken de hartjes niet. The devil. En magician. En... doe die wel vervangen met de duivel. Jou blazen we op. Voor nog meer geld. En wat heb jij voor mij? Nop. En jou blazen we op. En jou blazen we op. Alles opblazen. Eindelijk! Oh wacht, ik heb al een sleutel gekregen. Haha. Oké, wegwezen. En wat zit hierin? Gewone kist, niet de moeite waard. Oké, we moeten snel de baas vinden. We zijn nu echt super sterk. Dat wordt leuk, die ga ik absorberen. Kijk, nog een kaart. Two of clubs. Nee, ik hoef niet hard containers extra. Alle tranen wat we nu raken, komen vliegen. Dus alles gaat zo wat insta dood. Alles gaat dood. Alles gaat zo snel dood. Gewoon tot ik in de kamer kom, poef, alles is dood. Oh god, dit is zo leuk. Gewoon een kist, hè. Bommen. Yes, weer een sleutel. Voor als ik weer een gouden kist tegenkom. Ah, er zijn die handen. Oké, dan moet ik rondjes rennen. Kom op, handjes. Er zijn de skeletons versie. Als er maar eentje. Oké. Dit ziet eruit als de goede kant. Want, ik was steeds verder weg. Weer een sleutel. Ik moet gewoon opschieten. Ik heb nog 3 minuten om de baas te vinden en te verslaan. Deze weg loopt dood. Ik ga snel dood. Oppassen, want die ontploft. Dan moet het hierboven zijn. Ik heb nog 3 minuten zowat. Is dit de baas? Gewoon de kist. Hartje. Dit moet de goede weg zijn, maar dit is nog verder weg dan de laatste. Gewoon een schrik. Oké, we moeten verder gaan. Nog steeds geen baas. Alles gaat snel dood. Die ging door mijn hele leger weer vliegen. Nog steeds geen baas. Auw. Inspeld had kwijt. Nee. Hou op met schieten. Kom omhoog. Ik heb geen tijd. Kom op, speelt had. Paps gaat een head. En hij gaat niet op zijn beren. Yes, baas gevonden. Niet jij dood. Die was heel snel dood. Oké, ik heb 1,5 minuut om deze baas te verslaan. Ik dacht dat ik verkeerde plek ging staan. Die daar in de hoek moet dood. Ik kan letterlijk 1 hit nog krijgen en dan ben ik dood. Dus ga dood, ga dood, ga dood. Voordat ik dood ga. Oké, we hebben verslagen. We hebben een deal met de duivel geunlocked. Laten we erin gaan, kijken wat erin zit. De match. Oké, weet je wat? We gaan naar beneden. Ik dacht dat we hier moesten krijgen binnen 20 minuten. Wat was het weer voor die ene baas? God, ik ben helemaal vergeten. Ik ben helemaal sommige levels van Isaac helemaal vergeten. We hebben Eden geunlocked. We zijn nu in Shoal level. Dus tegen de duivel gaan we vechten. We hebben nog 9 levens. We zijn super sterk, dus het gaat wel lukken. Ik kon de level eindigen, maar ik ben zo sterk. We gaan het gewoon lekker proberen. 2 kisten. We kunnen nu gewoon lekker rustig aandoen. Dus, wacht, er is een kleine kist in. Dat is wel een goede. Dat is cancer. Maar helaas is dat in het echt niet goed. Ik heb weer geen sleutels. Maar in het spel is het helaas wel goed, want ik schiet er sneller door. Portals, snel uitschakelen. Ik denk dat we deze baas heel snel gaan verslaan, want ze zijn heel sterk. 2 sleutels, nice. Wacht, ik ga gewoon terug voor die ene gouden kist. Misschien zit er wel iets leuks in. En
Oké, bommen. Ik heb zoveel bommen. Nog meer bommen en geld. Ik heb niks aan geld, ik heb niks aan bommen. Oké, welke kaarten heb ik? Oké, ik kan ze dadelijk tegen de baas gebruiken. Allebei. Als ik de baas vind dan. Oh no! Oh. Ik raakte even in paniek. Ik was even vergeten dat ik 9 levens nog had. Nou, nu 8. Maar die weg liep toch dood. Oké, ik ga deze opblazen. Allemaal. Even naar buiten, naar binnen voor die weg te halen. Want ik wil heel graag een demon hart hebben. Ik heb luck up. Dat is een soort schroef. Ik weet niet wat die dringen doet. Maar die dringen wat ik nu heb is beter. Wacht, kan hier de secret room zitten? Ik heb gewoon 1 heksenhartje nodig wat ik dadelijk kan oprapen. Voordat ik tegen de duivel ga vechten. En ik heb meer dan genoeg bommen. Wat is deze kaart? De dood. Doe ik toch liever die houden. Met telepathy. Kan hier de secret room zitten. Tweede secret room. Dadelijk ga ik gewoon alle muren testen. Ik heb nog 8 kansen trouwens nu nog om de duivel te verslaan. Deze schedel opblazen. Nee, nee. Is het... Oeh, judgment. Oké, hem kan ik geld geven. Kom op. Geef me een item. Geef me een HP up. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Blieft. Een bom. Gelukkig die niet aan is. Ik heb meer dan genoeg geld. Hij geeft mij freaking de bean. Die ga ik niet absorberen. Wat is deze kaart? Oh ja, dat had ik net al. Duivel. Lege kamer. Oh. De Face the Guardian. De door. Ik weet de naam niet meer. Oh no. Oh. Dat was een mimic. Oké, weer een leven kwijt. Wel een sleutel ervoor bij gekregen. Portal. Oké, hier zijn nog een paar schedels wat ik... Soms kan ik wel meerdere bommen plaatsen. Soms niet. Ik blaas gewoon alle schedels op wat ik tegenkom. Oké, we hebben de baas gevonden. Maar ik ga nog niet tegen vechten. Two of Spades. Oh, de horseman. Is dood. Ik wil nog graag op zoek gaan naar de secret room. Wil ik nog graag vinden. En proberen of ik nog 1 extra hard container kan vinden. Oké, secret room gevonden. En deze secret room is 99 bommen. Oké, die ga ik gewoon absorberen. Het geeft een shot speed en een shot range up. Oké. Dus nu schiet ik nog sneller. Eens kijken of ik de tweede secret room kan vinden. Ik weet niet waar die zou kunnen zitten, maar ik heb meer dan genoeg bommen. Nee, die wil ik niet hebben. Ik wil de bee niet. Alles is heel snel dood. Wacht tot de creep weg is. Oh, hello damage up. Wat is mijn damage is 12.33. Haha. Nee, niet de moeite waard. Nee, daar kan geen secret room zitten. Tweede secret room. Kan alleen maar zitten bij plekken waar geen kamers bezit bij aangesloten. Dus zou net zo goed ook hier kunnen zitten. Nee, ook niet. Heb ik alles gehad? Het is al 1 kamertje waar ik nog niet onderzocht heb. Dus nu geen tijdlimiet. Dus we hebben wel wat leuke dingen geunlocked. We gaan zeker weten die duivel verslaan. Maar we gaan deze nog even onderzoeken. En de vliegen het gewoon het werk laten doen. Oké. We hebben alles onderzocht. Maar waar zou hier de tweede geheime kamer kunnen zitten? We hebben de eerste secret room gehad. Het was daar beneden. Waar zou de tweede zitten? Hier had ik al getest, toch? Testen nog een keer. Nee, niet daar. Daar misschien. Daar kan het niet zitten. Oké, dat we tegen de baas vechten. Hebben we alles gedaan. Wacht, misschien hier. Dat is nog niet wat ik getest heb. Ja, tweede secret room. Met alleen maar rode hartjes waar ik niks aan heb. Oké, baas tijd. Wacht, een bom plaatsen nu. Oep, ik doe de bom weg. There we go. Die is heel snel door, denk ik. Ja, en nu gaan we tegen de duivel vechten. Wow, die hebben we snel dood. Oké, nu moeten we de poten ontwijken. En... Woe! Hij is dood. We hebben Isaac, of deze level, compleet uitgespeeld. Met het nieuwste karakter. Dit is gewoon geweldig.
Eens kijken of we een oude bekende einde krijgen of misschien een nieuwe einde. Ik weet het niet. Nou, het is gewoon dezelfde, denk ik. Wat krijgen wij uit de kist? Oh, dat is een oude bekende einde. Lang niet meer gezien. Oké, maar mensen. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik heb er heel erg van genoten. We hebben heel veel dingen geunlocked, denk ik. Eens kijken. We hebben dat geunlocked. We hebben Judas geunlocked. Dus we hebben flink wat geunlocked. Flink wat leuke dingen hebben gedaan. Dus als we nu naartoe gaan. Oh, we hebben al een deel van de Polaroid al bij elkaar. Dus één van de 6 delen. En eens kijken. We hebben nu al 3 dingen van de lijstje al doorgekruist. Van dit karakter. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer komen. Vergeet niet op dat duimpje duwen en alles. Dat gaat me heel erg helpen. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei doei!